nieuwe directie wil niet zeggen dat er per se heel veel moet veranderen, maar de hele wereld om ons heen is nu veranderd. En we willen proberen om binnen al die veranderingen die noodzakelijk zijn, de burger zo goed mogelijk te bedienen en datgene wat we aanbieden zo goed en verantwoord mogelijk te doen. Ik denk dat we in de zomer allemaal weer buiten kunnen zwemmen, alleen niet op de manier zoals we gewend zijn. Ik denk dat met name in de organisatie heel veel verandert en dat de tijd dat je 's ochtends naar het zwembad kon komen en 's avonds weer weg kon rollen, helemaal doorbakken en de hele dag daar doorgebracht hebt, dat die tijd voorbij is. Ja, we zijn nu al open. We wilden zo snel mogelijk open gaan nadat het mocht natuurlijk. En we hebben heel goed erover nagedacht hoe we dat zouden doen. We zijn begonnen met buitenzwemmen, omdat dat sporten in de open lucht is. En dus al ook heel snel mocht. Dus we hebben snel het bad aangepast, de looproutes aangepast, zodat er geen kruisende bezoekersstromen zijn. Zodat er mensen goed terecht kunnen. En we zijn begonnen met de zwemlessen. Ja, als kinderen weer naar school kunnen, kunnen ze in principe ook naar de zwemles toe. We hebben alles altijd heel veel oog voor veiligheid en over heel veel oog voor veiligheid gehad. Een zwembad gaat natuurlijk over veiligheid van bezoekers, gaat over sociale veiligheid, maar gaat ook over verdrinking, gaat over van alles. Nu gaat het ook over gezondheid van mensen, zorgen dat die anderhalve meter gewaarborgd kan blijven. Alle bezoekers moeten zich van tevoren registreren. Een onaangekondigd bezoek is niet meer mogelijk. Er zijn grenzen gesteld, duidelijke grenzen gesteld aan de hoeveelheid mensen die kunnen komen. Dus dat zijn allemaal zaken die de veiligheid bevorderen, waardoor mensen hier heerlijk een uurtje, twee uurtjes kunnen recreëren, kunnen sporten, hun vrije tijd kunnen doorbrengen, maar wel binnen de kaders die er zijn en veilig en vertrouwd. En wij willen daar een gastvrije ontvangst aan geven. Nou, wij Spruit. Ik hoor je. Ja. Nou ja, ik werk in theater, dus ik heb wel connecties met Spruit dan. Ik ga als eerst kapsalon halen. Eerlijk gezegd, niet naar de horeca, maar gewoon lekker op vakantie. Ik denk naar La Comunita, vanwege de verscheidenheid aan gerechten. Dus eigenlijk een beetje een samenloop van allerlei verschillende soorten restaurants. En daarom ja, zou ik het wel leuk vinden om weer naar La Comunita te kunnen gaan. Ik ben ook wel een liefhebber van tapas en La Comunita zelf. Dus, ja. Nou, niet specifiek voorkeur, maar ik zou het wel hier op Baarnen zoeken. Bichos of de Griek. Ja. Olympiade en Canisse Veste, dat is wel mijn favoriet hoor. Ja, ja, ja. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk niet zo heel veel heb gemist. Mag dat ook? Nee, wat ik wel heb gemist om gewoon lekker met vrienden te gaan eten. Dat, maar dat doe ik ook gewoon thuis. Hoe is het ons de afgelopen tijd vergaan? Ja, zwaar. Denk ik, net zoals iedere andere horeca-ondernemer. En we hebben wel geprobeerd om ook te bezorgen, maar ja, en af te laten halen. Vanwege de drukte konden we de anderhalve meter niet garanderen voor ons personeel. Dus hebben we toch besloten om helemaal dicht te gaan, helaas. Ja, vanaf 1 juni zijn we in ieder geval blij dat we weer iets mogen betekenen. Maximaal 30 gasten. En we hopen daarmee dat als iedereen zich eigen netjes gedraagt, dat we daar in de toekomst weer verder mogen naar 100 in ieder geval. Dat we weer wat meer kunnen betekenen. We hopen ook voor gasten die zo los aan de deur komen, dat we hun gegevens eventueel kunnen noteren. En dat we ze op een tijdstip kunnen helpen waarop we even geen 30 personen in de zaak hebben zitten kunnen helpen. Wij doen de coronamaatregelen door de tafels inderdaad een stuk verder uit elkaar te zetten. Anderhalve meter. We hebben aardig wat stoelen uit het restaurant gehaald om te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen. We hebben een stukje verderop de kiosk en daarmee gaan we ook open en daar proberen we ook zoveel mensen mogelijk mensen te helpen. En daar kunnen ze lekker buiten zitten op picknicktafels. De automatenstraat gaat ook weer open, dus mensen kunnen daar zelf hun drinken en ijsjes vandaan halen. Dus op die manier hopen we zoveel mogelijk coronaproof aan de slag te gaan. Sinds dat bekend is geworden dat we vanaf 1 juni weer open mogen, kunnen mensen al telefonisch reserveren. Telefoonnummer 085 235 35 35. We werken wel in tijdsblokken van 11 tot 1, van 1 tot 3, van 3 tot 5, van 5 tot 7 en van 7 tot sluit.